Tijdens het archeologisch bodemonderzoek voor de aanleg van een bedrijvenpark in Medelne bij Tiel doen archeologen in een weiland zoals dit een buitengewone ontdekking. Een ontdekking die onze ideeën over onze voorouders volledig op zijn kop zou zetten. De opgraving Medel-Tiel is een van de grootste archeologische projecten van Nederland. In totaal zijn er meer dan 1 miljoen objecten gevonden uit de steentijd, bronstijd, Romeinse tijd en middeleeuwen. En elk object vertelt een uniek verhaal. Mijn naam is Jip Heimerink en ik ga op onderzoek uit. Hoe bijzonder is deze vondst nou echt en wat betekent het voor archeologie, voor Nederland en voor Tiel? Ik heb besloten om mijn onderzoek te beginnen bij het begin. Ik heb afgesproken met Erik Noorden. Hij is archeoloog die betrokken was bij de allereerste opgravingen op Medel. En hij gaat mij laten zien hoe archeologisch onderzoek nou precies in zijn werk gaat. En ook hoe ze het dus bij Medel hebben aangepakt. Hey Erik. Goedemiddag, welkom. Ik zie hier al iets wat we volgens mij nodig gaan hebben, of niet? Ja, we gaan een speurtocht, hè? Ik vind het heel spannend. Ja, leuk. Met welke verwachting ging jij daarheen toen, de allereerste keer? Nou, de verwachtingen waren best wel hoog gespannen eigenlijk, omdat in de omgeving van waar we aan de slag gingen was al best wel wat gevonden. Maar wat we precies zouden aantreffen, daar hadden we echt nog geen idee van. En dat bleek uiteindelijk echt van alles vanaf de steentijd tot en met de middeleeuwen te zijn en alles daartussenin. Alle verschillende vindplaatsen waren best wel bijzonder. Alleen de vindplaats waar we het nu over hebben, dat had ik echt nog nooit gezien voordat ik aan Medel begon. Wat ik nu ga doen is gewoon een grondboring zetten met de hand. Kunnen we tot 3 meter diep als dat nodig is. En door al de laagjes die in die boor naar boven komen goed te bekijken, kunnen we zien waaruit die grond precies is opgebouwd. En zo leren we eigenlijk heel veel over hoe dit landschap gevormd is. Maar ook over de mensen die hier in dit landschap gewoond hebben. Ja. Naarmate we steeds dieper gaan, komen we meer en meer in echt ongestoorde lagen. Die hier eigenlijk in duizenden jaren door de rivieren hier zijn afgezet. Dit was de laag uit de bronstijd. Ja. En deze laag, die waren we dus in die grote proefsleuven aan het volgen. En plotseling hadden we één proefsleuf waar die laag helemaal niet zat. Dus ja. Daar snapten we in eerste instantie helemaal niks van. Nee. Maar niet alleen zat die laag er niet, we kwamen ook graven tegen in die proefsluif. En toen kwamen we dus erachter dat we echt een grafheuvel hadden. Nou, dat maakte het toen wel heel speciaal. Ja. Want grafheuvels in de Betuwe, dat kom je echt bijna nooit tegen. En toen wist je eigenlijk zeker, dit gaat groot worden? Ja, ik wist wel zeker dat het echt wel bijzonder was. Maar zo groot als het uiteindelijk is geworden, dat had ik toen echt nooit kunnen denken. Nee. Pas op het moment dat ik hoorde dat Christiaan alles nog een keer heel kritisch bekeken had en bij hem echt het lampje was gaan branden. Zo van, hey shit, ik heb nu echt iets bijzonders te pakken. Dat verhaal zit gewoon zo goed in elkaar. Ja, dat is echt heel gaaf. Nadat Medel een van de allergrootste archeologische vindplaatsen ooit bleek te zijn, is er door archeoloog Christiaan nog een belangrijke ontdekking gedaan, die alles op zijn kop zou zetten. Ik ontmoet hem op de plek waar hij dit inzicht kreeg. Nou, ik ben alweer 7 jaar geleden begonnen met opgraving in Tiel, in Medel. Ik werd daar gevraagd om grafheuvelonderzoek te doen. Nou, en de resultaten waren echt spectaculair al, want we hadden 3 grafheuvels gevonden met 60 begravingen erin. De bruine vlekken, dat zijn de 3 grafheuvels. Die liggen al eigenlijk op een rij, dat vond ik al opvallend. Heel bijzonder was de middelste grafheuvel. Die was omgeven door een greppel met 10 openingen daarin. Af en aan ben ik wel bezig geweest met het puzzelen van die openingen en ja, wat het patroon erachter kon zijn. Maar ik kwam er telkens niet echt uit. Op een gegeven moment, zo net voor kerst, in een verloren middagje, toen ben ik eigenlijk lijnen gaan trekken door die openingen heen. En toen realiseerde ik me dat een kalender was, een zonnekalender, die verschillende zonnestanden in een jaar aangeeft. In de vroege bronstijd, 4000 jaar geleden. Het was echt een kwestie van het verschuiven van die lijnen totdat er een match was. Dus het was echt een puzzelstuk die in één keer zo klik, zo paste. Dan ben je even stil, echt van, wacht even. Is dit nou toeval of kijk nou naar iets geks? Gaat je brein heel snel werken en checken, nog een keer checken. Maar ja, als het een match is met 10 openingen, met 10 dagen in het jaar, ja, dat kan eigenlijk geen toeval zijn. Dus ja, toen begon ook een heel spannende periode met
collega's bevragen van, hè, ben ik nou gek, zie ik ze vliegen? En iedereen was meteen ja, flabbergasted van, wat? Ja, ik kan me voorstellen. En ja, toen dacht ik, ja, dit is echt iets. Het nieuws van de zonnekalender sloeg in als een bom. Ik reis af naar het stadhuis van Tiel om te spreken met wethouder Frank Groen. Ik ben benieuwd wat er op hem en de gemeente Tiel afkwam na de bekendmaking. Ja, enorm natuurlijk. Daar hadden wij ons natuurlijk niet voor kunnen stellen wat er gebeurd is met ons, zeg maar. Hè. Ons als gemeente, zeg ik dan maar eventjes. Ja, ik wist natuurlijk wel dat op Medel dat die opgraving aan zijn eind liep. Dus ik dacht, ik ging eigenlijk met het idee in de auto van nou, er is een pot en een pan gevonden, die worden onthuld. Nou, hè, leuk. En die mag ik in ontvangst nemen. Misschien kan ik er 's avonds nog wel in koken, weet je wel, zoiets. Maar je stapt natuurlijk niet in de auto met dit in je achterhoofd. De onthulling toen die gedaan was en ik daarvoor stond samen met een aantal mensen, toen begon ik natuurlijk wel te beseffen dat dit niet een standaard vrijdagmiddag zou gaan worden. Maar dat je uiteindelijk natuurlijk dat Tiel wereldnieuws wordt en serieus dus in alle landen ter publicatie wordt neergelegd, ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Ja, hier is de plek, hier is de ontdekking gedaan, hier lag het heiligdom, de oudste kalender van Nederland is hier gevonden. What if I tell you that we are talking about the Stonehenge of the Netherlands? Kun je daarop voorbereiden? Dat weet ik niet. Misschien als ik erop voorbereid was, was ik misschien wel iets minder enthousiast geworden van tevoren. Nu is het gewoon gebeurd en ja, hebben we het gedaan met z'n allen. Dus daar ben ik wel onwijs trots op. Hoe begint zo'n archeologisch onderzoek? Het is zo dat we in Nederland afgesproken hebben dat als er niet ontwikkeld wordt, blijf je van de grond af. En zodra er iemand dus wel wil ontwikkelen, is bodemonderzoek verplicht. Dus ja, eigenlijk moeten we de ontwikkeling dankbaar zijn. Dat we uiteindelijk door die ontwikkeling dus dit gevonden hebben. Ja, dus zonder de plannen voor bedrijfspark Medel waren we hier nooit achter gekomen. Wie had dat gedacht? Nee, niemand had dat bedacht. Nee. Nee, soms moet je dingen maar gewoon laten gebeuren. Christian vertelde me dat dus aan de hand van de zonnekalender hij een aantal andere connecties heeft gelegd. En zo objecten in verbinding heeft gebracht met de zonnekalender. En die liggen hier in het Flipje en Streekmuseum midden in Tiel. En die gaat hij vandaag aan mij laten zien. Dit is een mooi model van de grafheuvel. Dus in deze heuvel lagen 30 personen begraven ongeveer. We hebben 10 lijnen gevonden. 2 naar het noorden en zuiden en dan 4 naar het oosten en 4 naar het westen. Die richtingen van die lijnen, dat gebruikten we als een sleutel. Dat hebben we eigenlijk op die andere 2 heuvels ook geprojecteerd. Toen bleek dat eigenlijk bijna alle bijzondere objecten ook op zo'n lijn lagen. Deze lijn bijvoorbeeld, als je die volgt naar het zuiden toe, kom je uit bij het vlakgrafveld met skeletbegravingen. We kijken hier naar de resten van de schedel. Hier ligt een bovenbeen en ja, de ledematen. Ja, dit is een vrouw die is 4000 jaar geleden ongeveer overleden en begraven in Medel. En hoe zag zo'n grafritueel eruit? Meestal gaat het om begravingen, dus onverbrande skeletten. En meestal was er in die periode ook in de positie van het lichaam al een oriëntatie op een zonnestand. Meestal was het lichaam oost-west of west-oost begraven. En waarom deden ze dat? Ja, goede vraag. Ik hoop dat we met het onderzoek van Tiel daar een stapje dichterbij kunnen komen. Maar ja, naar mijn idee speelde de beleving van de zon en de baan die de zon aflegt in een jaar, speelde dat een grote rol in hun besef van leven en dood. Lag zij hier alleen? Nee, ze lag zeker niet alleen. Er lagen nog tenminste 20 andere personen bij. En als je daar meer over wil weten, moet je eigenlijk naar het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden gaan. Ik ben in Leiden. Ik ga hier zo bij het Rijksmuseum van Oudheden naar binnen. Want hier liggen een aantal objecten van de opgraving van Medel tentoongesteld. Waaronder een kluwe van een aantal lichamen. Die zijn gevonden bij een grafheuvel waar Christian mij eerder over vertelde. En ik heb afgesproken met Stefan. Hij is een fysisch antropoloog. En ook specifiek heeft hij onderzoek gedaan naar die lichamen die zijn gevonden. En ik ben benieuwd wat hij precies ontdekt heeft. En ook wat een rol überhaupt is van een fysisch antropoloog. Wat we hier zien is het graf van meerdere personen. En die meerdere personen, dat graf, dat lag eigenlijk naast het graf wat je in het Flipje Museum hebt gezien. Bij dit graf is het botmateriaal niet zo goed bewaard gebleven. Maar het glazuur van de tanden, die zijn heel goed bewaard gebleven. Er zijn bijna 300 gebitselementen gevonden in dit graf. Die zijn allemaal individueel ingemeten.
En door te kijken welke elementen bij elkaar zouden kunnen horen, welke dubbel voorkomen, want dat gebeurt dan ook natuurlijk, kon ik op een minimum aantal van 18 personen uitkomen. En denk, moet dan denken aan mannen, vrouwen, kinderen? Alles kwam voor inderdaad. Ja. Ook jonge kinderen, kleuters en volwassen mannen en vrouwen. Ja, de link met de andere vondsten daar is dat je altijd natuurlijk gaat kijken, zijn deze mensen verantwoordelijk voor wat daar is gebouwd en aangelegd? Nou, dan is het soms heel moeilijk om de volgorde van de dingen te plaatsen. Is er dan eerst een graf geweest en dan een grafheuvel en een monument? Of is er eerst een monument geweest en pas dan een graf? Die verhoudingen probeer je te gaan onderzoeken. Ik denk wel dat het even een meest bijzondere vondst is die ik ooit heb gedaan. Ik hou van mysteries en graaf uit de prehistorie, waarbij je je fantasie nog de vrije loop kan laten en kan bedenken wat hebben die mensen gedaan. Het blijft nog steeds heel bijzonder. Hier 20 meter buiten deze grafheuvel lag een boerderij. Die is een paar keer herbouwd op die plek en er zijn honderdduizenden vondsten gedaan. Daar woonden mensen, maar ja, de hoeveelheid vondsten is zo absurd dat ik denk dat daar met enige regelmaat mensen samenkwamen om feestje te vieren. Misschien wel als een soort uitvaartcentrum zelfs. Ja, weefgewicht is gewoon massa. Het gebruikt werd om de spindraden van een weefgetouw op spanning te houden. Ja, in deze boerderij hebben we tientallen van deze gewichten gevonden. De meeste versierd, zoals dit exemplaar, met allerlei indrukken. Ja, heel bijzonder, dus ook 4000 jaar oud. Een werkplaats in een boerderij, hè. Dus handnijverheid, mensen maakten alles zelf. Als we de zuidelijke lijn vanuit de zonnewijzer volgen, na 200 meter komen we precies uit bij een kuil waar een schedel in was geplaatst, waar deze kraal ook in was bijgezet. Het is gemaakt in Mesopotamië, ongeveer het huidige Syrië en Irak. Dus het is eigenlijk het oudste glas in Nederland en heel wijd gebied daarbuiten. Ja, dus heel bijzonder denk ik, ja. Hier afgesproken met Luc. Hij is conservator prehistorie en ik denk dat hij mij alles kan vertellen over het belang van de glazen kraal. Die is dus gevonden in Tiel, maar hij komt dus uit nabije Oosten. En ik ben benieuwd wat dat nou zegt over de bewoners van Tiel in de bronstijd. Ja. Nou ja, het is natuurlijk een heel klein object eigenlijk. En dat is natuurlijk heel erg bijzonder omdat dat niet hier gemaakt is. En als je dan via allerlei technische methoden gaat kijken waar dat glas vandaan komt, dan is dat dus heel ver weg. Dan is dat uit Mesopotamië, het huidige Irak en Syrië, twee stromen land. Ja, en dat is natuurlijk een enorme afstand die bijna 4000 jaar geleden door zo'n object is afgelegd. En hoe verklaar je dat dan? Hoe is die kraal in Tiel terechtgekomen? Wat we eigenlijk in die periode zien is een eerste soort moderne vorm waarop Europa en ook Europa richting andere werelddelen vorm krijgen. En dat er eigenlijk een groot netwerk ontstaat waar langs dus mensen reizen, ideeën en objecten. En op die manier komt zo'n kraal dus eigenlijk hier terecht. Dit is ongeveer 3.500 jaar oud. Dat zou je echt niet zeggen. Was dit scherp? Ja. Je kunt voelen, het voelt nog redelijk. Oh ja. Dit is de middenbronstijd, dus iets later dan de periode waarin de grafheuvels zijn gebouwd. Maar net in die periode, zo 1500 voor Christus, is een nieuw grafmonument gebouwd. En daar heeft deze iets mee te maken. En waarom werd nou zoiets bij mensen gelegd die begraven werden? Er zijn als archeologen nog steeds niet helemaal uit. Wat we wel weten is dat op heel veel bijzondere plekken, vooral moerassen, dat dit soort metalen gedeponeerd worden. Ze zien daar wel een soort offerfunctie in. Want wie gooit nou zomaar een complete spier, wat toch een kostbaar object is geweest in die tijd, waarschijnlijk zomaar weg. En ja, na de ontdekking van de zonnewijzer en de oriëntatielijnen daarin kwam ik erachter dat deze dus op een van de oriëntatielijnen ligt. Op de plek waar de zon opkomt op de winterzonnewende, dus omstreeks 21 december. Dat is een hele belangrijke dag, want dat is de kortste dag van het jaar. De kortste dag. Ik heb ook met Christian gesproken, die heeft natuurlijk over zijn ontdekking verteld over de zonnekalender, die vervolgens weer allemaal onder andere ook weer verband hield met deze kraal en dit graf. En kun je daar iets meer over vertellen? Is dat iets wat jij beaamt? Nee, dat heeft Christian zeker gelijk. En het is super gaaf dat hij dat hier eigenlijk op die manier ontdekt heeft. En je ziet dat die culturen in die bronstijd een enorme oriëntatie op de zon en de verplaatsing van de zon langs de horizon door het jaar. En dat was heel erg belangrijk omdat die zon eigenlijk je jaar indeelt. Dat doet het nu nog steeds. We zijn nu hier op 20 december. Morgen is de kortste dag van het jaar. Hierna worden de dagen weer langer, komt de lente er weer aan.
kun je gaan zaaien, kun je vervolgens gaan oogsten. En dat kun je heel praktisch zien, maar het is natuurlijk ook heel erg sterk symbolisch, want het heeft met vergankelijkheid te maken, het heeft met overlijden en terugkeren te maken. En eigenlijk zie je dat in zo'n monument samengebald. En dat langs de lijnen in dat landschap dus ook nog allerlei vondsten zijn ontdekt. Dat geeft weer dat we niet alleen met één monument te maken hebben, maar eigenlijk met een ritueel landschap. En als je dat dan vergelijkt met andere vindplekken, noemde net als Stonehenge, ja. Is dat dan, kan je dan spreken van één cultuur? Je ziet die zon in al die groepen een hele belangrijke rol speelt. En je ziet dezelfde soort concepten ook terug in Egypte en in het nabije oosten. Dus ja, er is heel veel verschil in die culturen, maar ze delen ook bepaalde principes. En zeker Tiel, ja, langs zo'n rivier maakt eigenlijk deel uit van zo'n heel netwerk en hoort echt integraal in zo'n bronstijdwereld. Je ontstijgt een beetje de abstractie van vondstjes, scherfjes. En nu kom je heel dichtbij van ja, wat mensen misschien geloofden of ja, wat belangrijk voor ze was. Hoe ze voor hun overledenen zorgden. Ja, dus het, ja, ik vond het heel, ja, ook wel een beetje emotioneel eigenlijk. Ja? Ja. Ja. Ja, dit geeft gewoon ruimte om veel verder ja, buiten zeg maar het standaard werk te treden. Omdat je veel dichter bij die mensen komt. Veel meer mag opschrijven, denk ik, over wat ze misschien dachten of voelden. Ja, ik ben nu bezig al voorzichtig om van opgravingsgegevens nog verder te puzzelen en meten. En die zonnestanden in kaart te brengen. En ja, ik denk dat we echt iets op het spoor zijn. Ja, een religieuze factor van de mens vroeger in Nederland. Ja, Duitsland, België speelt zich dit ook af. Alleen ja, die hadden niet zo'n mooi beginpunt met zo'n, zo'n complete kalender. Ja. Ik denk dat er echte ontdekkingen misschien nog moeten komen. Heel vaak gaan wij alleen al maar zoeken daar waar echt vondsten in de boor zitten. Maar de gemeente heeft hier gezegd, nee, we willen alles van het hele gebied weten. Ja. Dus als je dat helemaal goed in je planning meeneemt, dan heeft ook helemaal niemand last van. En dan blijkt dat je met zo'n tactiek echt bijzondere vindplaatsen tegenkomt die je normaal gesproken niet tegenkomt. Nee. Als je hier gewoon naar zo'n weiland kijkt, dan denk je van ja, het is gras, het is klei. Maar dat daar zo'n enorm verhaal onder verscholen ligt, ja, dat zie je normaal gesproken niet. Zeker niet. Het onderzoek naar de betekenis van de zonnekalender staat nog maar in de kinderschoenen. En ik vind het echt een magisch idee dat er misschien wel aan de hand van die sleutel van de zonnekalender nog ontzettend veel meer ontdekt gaat worden. Hier in Nederland, maar ik denk ook zelfs daarbuiten. Het doet me ook afvragen wat er op andere plekken, misschien wel hier in Nederland, allemaal nog onder de grond ligt. En dat is een superspannend idee.